Het metriek stelsel. Heb je ooit wel eens zo'n bord langs de snelweg zien staan? Dat lijken me wel heel veel cijfertjes. Volgens mij moest de snelheid juist omlaag. Oh, ik zie het al. Snelheid in centimeter per uur. Volgens mij is het helemaal niet zo handig om alles in centimeters uit te drukken. Zullen we eens kijken of er nog andere maten zijn? Kijk, kilometer per uur. Dan is het bord veel beter leesbaar. Welke maten zitten er allemaal in het metriek stelsel van afstand? We hebben de kilometer, hectometer, decameter, meter, decimeter, centimeter en millimeter. Als je een afstand wil omrekenen, dan doe je dat in stapjes van 10. Van kilometer naar hectometer is dus keer 10. Dat betekent dat 1 kilometer hetzelfde is als 10 hectometer. Ga ik van kilometer naar decameter, dan zijn het dus 2 stapjes van 10. Dat betekent dat 1 kilometer hetzelfde is als 100 decameter. Ga ik van kilometer naar meter, dan heb ik 3 stapjes van 10. Dat betekent dat 1 kilometer hetzelfde is als 1000 meter. Andersom werkt het ook zo, maar dan gedeeld door 10. Ga ik van centimeter naar decimeter, dan deel ik dus door 10. Dat betekent dat 100 centimeter hetzelfde is als 10 decimeter. Ga ik van centimeter terug naar meter, dan heb ik dus 2 stapjes van 10, waardoor 100 centimeter hetzelfde is als 1 meter. Ga ik nog een stapje verder, dan kom ik uit op 0,1 decameter, want ik heb 3 stapjes van 10 gedaan. Zo kun je binnen het metriek stelsel van de afstand alles omrekenen in stapjes van 10. Als we het niet over afstand hebben, maar over oppervlakte, dan drukken we dat uit in vierkante kilometers. Het rijtje blijft verder hetzelfde, alleen zet je overal vierkanten voor. Kijk maar, vierkante kilometer, vierkante hectometer, vierkante decameter, vierkante meter, vierkante decimeter, vierkante centimeter en vierkante millimeter. Als ik hier ga omrekenen van vierkante kilometer naar vierkante hectometer, doe ik het getal keer 100. Dat betekent dus dat er 2 nullen achterkomen of de komma verplaatst 2 plaatsjes naar rechts. Bij inhoud hebben we het niet meer over vierkanten, maar over kubieken. Kijk maar mee. Kubieke kilometer, kubieke hectometer, kubieke decameter, kubieke meter, kubieke decimeter, kubieke centimeter en kubieke millimeter. Hier gaat het in stapjes van 1000. Van kubieke kilometer naar kubieke hectometer betekent dus keer 1000. Er komen dus 3 nullen bij, of de komma verplaatst 3 plaatsjes naar rechts. Bij inhoud heb je ook nog de liter. Bij de liters werkt het eigenlijk bijna helemaal hetzelfde. Kijk maar, kiloliter, hectoliter, decaliter, liter, deciliter, centiliter en milliliter. Ook hier gaat het weer om stapjes van 10. Nog een ander weetje. 1 liter is hetzelfde als 1 kubieke decimeter. Als laatste hebben we het gewicht. Gewicht drukken we uit in kilogram.
hier is ook het rijtje bijna weer helemaal hetzelfde. Kilogram, hectogram, decagram, gram, decigram, centigram en milligram. Ook hier gaat het om stapjes van 10. Dus van kilogram naar hectogram is keer 10. Andersom, van hectogram naar kilogram is gedeeld door 10. Nu weet je alles van het metriekstelsel.